Hij moet gewoon zorgen dat hij in topconditie is. Een plan uitstippelen, aan je plan houden. En op het moment dat je dat doet, doe je het altijd goed. En dat... Misschien is hij bang dat Geel hem niet staat. Ja, nou ja, dat, ik wil best een shirtje voor hem regelen dat we dat kunnen gaan testen. Ja, Bobby, allereerst, ik ben benieuwd, eerste reactie naar gisteren. Want we waren natuurlijk gisteren even terug in de tijd naar Milaan. Daar was hij de Giro-presentatie. En daar werd gevraagd aan Tom Dumoulin, weet je al wat je doet? En toen zei hij, ja, ik weet het al. Dus ik ben benieuwd, eerste reactie, wat dacht jij toen hij dat zei? Ja, nou ja, heel duidelijk waar hij mee bezig is. Hij weet precies wat hij doet en waar hij mee bezig is. En hij kijkt eigenlijk echt niet naar... hij kijkt echt alleen naar de ene kans die hij heeft om te winnen. Waar is de grootste kans om te winnen? Nou, dat ligt aan parcours, ligt aan misschien aan concurrentie. Al hoeft hij volgens mij daar helemaal niet meer bang voor te zijn. Nee. Maar ja, hij heeft het nog niet verklapt. Nee. Maar ergens dacht ik wel bij mezelf, hij verklapt het niet, maar toch verklapt hij het eigenlijk gewoon. Want hij zei, ik wist het al. Ja, hij wist het al, dus hij zou ook wel een klein beetje inzicht hebben gehad misschien in de parcoursen. Of hij heeft gewoon echt gezegd van jongen, er is maar één doel. Het tourparcours is al bekend. Ik heb mijn beslissing al gemaakt. Hij was daar uit respect naar de organisatie, toch? Dat was eigenlijk de enige reden dat hij in Milaan was. Nou ja, kijk, ik hoop wel dat hij, je hoopt natuurlijk ook als fan, dat hij wel zijn roze trui gaat verdedigen. 500 meter, man. Hij pakt hem bijna nog 6 seconden. 5, 4, 3. 2, 1, Tom Dumoulin wint de Ronde van Italië 2017. Quintana gaat toch nog tweede worden met een seconde of 10 voorsprong. Quintana tweede in de Giro, maar Tom Dumoulin wint de 100e editie van de Ronde van Italië. En deze dag gaat hij en wij ook nooit vergeten. Bofferdik, zeker niet. Dit is historie. Het was misschien wel voor vele liefhebbers het sportmoment van het jaar. En dan ga je natuurlijk meteen nadenken over volgend jaar. Waar liggen de meeste kansen voor hem? Want hij kent nu beide parcours. Hij heeft ze vast boven zijn bed hangen. Waar heeft hij de meeste kans? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik persoonlijk zou zeggen, de Tour is misschien interessanter voor hem. Het geel is gewoon, we hebben een cultuur van truien. We kijken helemaal niet naar bekers of en natuurlijk wel die van de Giro, want dat is natuurlijk een hele mooie. Maar voor de rest gaat het om truien in de wielersport. En het geel is het hoogst haalbare. Is Tom Dumoulin in staat om de Tour de France te winnen volgend jaar? Ik denk dat Tom Dumoulin inderdaad een hele goede kans heeft om hoog op het podium te staan.